Nou, heb je veel meegemaakt in je leven? Wat je nog niet had meegemaakt, is dat er een tennisdag, tennistoernooi, tennisevenement naar je vernoemd is. De Raymond Sluiter Open. Ja. In de schoolvakantie voor kinderen. Vertel eens, wat is dat? Ja, nou ja, het is een initiatief van de Rotterdamse sporticonen. Ik moet bijna, ga ik dan over mijn nek als ik dan aan mezelf denk in combinatie met icoon. Maar ja, het is een waanzinnige eer dat georganiseerd gaat worden. Ook op mijn eigen club, of op mijn oude clubpie, TC Schiebroek. Waar ik zelf als klein rotveentje ballen liep te slaan en met mijn rek stond te gooien. Dus dat gaan we niet oefenen met die kids. Maar ja, voor de rest gewoon een leuke tennisdag organiseren. Vanuit degene die het organiseren is het ook een soort eerbetoon naar wat iemand voor zijn sport en zijn stad betekend heeft. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk om te horen. Ja, mij gaat het erom om daar zo kids te hebben die een leuke dag hebben met tennis. En dat ze zo lang mogelijk op dat baantje blijven staan. Maandag 31 juli, jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar. Ja, ja, ik net buiten de doelgroep. Ik kan net niet meedoen. Nee. Maar de kinderen die nu kijken, de vaders en moeders die nu kijken, kunnen hun kinderen inschrijven. Ja. Zeg het maar, waar moeten ze zijn? Ja, absoluut. Ja, op Rotterdamse sporticonen.nl. Daar kan je dan inschrijven. En iedereen is welkom. Weet je wel, als je gewoon, we doen ook een clinic. En stel dat het niet super druk wordt, ja, dan gaan we ook gewoon kinderen die wat ouder zijn, broertjes, zusjes, gaan we erbij halen. Misschien een oude die een keer een verdwaalde finale ergens in Ahoy gezien heb of zo. Die denkt van, nou ja, die gozer die is nu niet meer zo fit. Die kan ik nu wel aan. Iedereen erbij. Het moet gewoon een groot tennisfeest worden. En daar gaan we met z'n allen alles aan doen. Met de nadruk op feest in plaats van winnen, toch? Ja, absoluut. Weet je wel, ik weet zelf hoe stressvol het kon zijn. Weet je wel, als kleintjes op zo'n baan en spannend en dit en dat. Ja, wij gaan kijken of we dat een beetje eraf kunnen halen. Het moet inderdaad gewoon een leuke dag zijn. En als je twee potjes 0-0 verloren hebt, dan wordt het heel lastig om daar nog een leuke dag van te maken. Maar daar ga ik hoogstpersoonlijk mijn best voor doen. Wat een mooi jaar dit zeg. Johan Cruijff Arena, Raymond Sluiter Open. Ja, laten we dat ook maar niet meer in één zin gaan noemen, denk ik.